Ik ben Dimitri Tokmetsis, correspondent data en transparantie. Ik ben datajournalist voor de correspondent en dat betekent niet dat ik altijd met cijfertjes bezig ben of over spreadsheets hang, maar ik probeer computertechnologie in te zetten om nieuwe informatie te ontsluiten. Informatie die ik kan gebruiken voor onderzoeksjournalistiek. Dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet. Het aantal journalisten dat technisch zo vaardig is dat ze informatie kunnen minen van internet bijvoorbeeld of databases kunnen manipuleren, die zijn op twee handen te tellen. En ik probeer die journalistieke vorm probeer ik verder te ontwikkelen bij de correspondent. Nou, Maurits en ik zijn met een langlopend project bezig waarbij we trackers onderzoeken. En trackers zijn kleine bestandjes die op je computer worden geplaatst of op je smartphone worden geplaatst, waarmee andere partijen, vaak commerciële partijen, jou kunnen volgen, jouw online gedrag kunnen volgen. En waar we achter kwamen was dat je iedere dag eigenlijk wel door honderden verschillende bedrijven wordt gevolgd. En saillant is dat heel veel websitebeheerders, dus de mensen die er verantwoordelijk voor zijn, helemaal niet weten wie allemaal op hun website actief zijn. Dus wie jou allemaal volgt. We hebben er een aantal verhalen over geschreven en een daarvan is ook beloond met een prijs. Daar zijn we uiteraard heel trots op en we zijn er nog lang niet klaar mee. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een verhaal over hoe kinderen worden gevolgd online. Nou, dat soort onderzoek is best wel moeilijk om te doen. Dat kost gewoon een paar weken om dat technisch allemaal voor elkaar te krijgen. En het is mooi dat de correspondent die ruimte biedt. Ja, de grote ambitie is nu om datajournalistiek een stuk verder te brengen. En ik wil het komend jaar vooral gaan toeleggen op sociale netwerkanalyse. In de computerwetenschappen en in de sociale wetenschappen is het al heel gebruikelijk om te kijken wie met wie communiceert. Want er zijn zoveel nieuwe data beschikbaar. Twitterdata, Facebookdata, LinkedIn-data, noem maar op. Die metadata verraden zoveel. Het is niet voor niets dat de NSA en de AIVD ze dol zijn op metadata. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het kijken naar een zeer langslepende ruzie op Twitter. Die is volledig uit de hand gelopen. Er is een rechtszaak aan te pas gekomen. Daar is nog helemaal niet over geschreven. En één manier om na te gaan wat daar nou precies is gebeurd, is gewoon te kijken naar Twittergedrag. En dan kun je inhoudelijk kijken naar tweets, maar je kunt ook kijken wie met wie omgaat. Welke groepen bestaan er? Wie loopt elkaar op te jutten? En hoe kan een bepaalde heksenjacht, waarbij een Twitteraar eigenlijk kapot wordt gemaakt, wie is er allemaal mede verantwoordelijk voor? Dan kun je natuurlijk gewoon mensen gaan interviewen, en dat doe ik ook. Maar het is interessanter om het digitale spoor te volgen, want dat ligt niet in dit geval. Ik denk met deze manier van werken, door meer te kijken naar sociale netwerken, dat we als correspondent mijlenver vooruit kunnen lopen op andere media.